het? Hartstikke leuk. Ja, hartstikke leuk. Nou, korte vraag en een korte antwoord. Ja. Wil je nog de groeten doen aan iemand? Opa en oma dan. Ja, sorry. En opa en oma en iedereen die luistert. Ja. Nou, hartstikke goed, Kiona. Dank je wel. Wat knap van je. Ja, een applausje voor Kiona. Ja. We hebben nog tijd. Ja, we hebben nog veel meer tijd. Ga zitten. Wie ben je en stel je vraag. Sylvia. Sylvia. Waar kom je vandaan? Provincie Groningen. Oh, kijk, ja, helemaal. Nou, dat had ik al gehoord. Je bent een mega, mega groot fan, hè? Dus jullie, hoe lang heb je erover gedaan? Vier uur. Heb je wel file gehad? Wel een beetje. Een beetje. Maar op tijd hier voor half. Ja. Toch? Nou, stel je vraag. Vind je het ook jammer dat je uitgeschakeld bent bij Steen op het IJs? Hartstikke jammer. Ik bedoel, ik heb het hartstikke leuk gehad ook daar. Het was een hele gezellige tijd met iedereen. En ja, natuurlijk is het jammer. Ja, ik vond het ook heel jammer. Ja. Ja. Wij vonden het allemaal jammer. Ja, dat zeiden we net al. We begrijpen het nog steeds niet. Nee, ik vond het helemaal niks van. Sindsdien kijk ik ook niet meer. Nou, af en toe. Maar, daarover gesproken, op 15 april, dan is de grote finale. Dat klopt. Van Sterren Dansen op het IJs. En ik zag op jouw website, dat ben je dan weer bij. Ja, tuurlijk. Ik bedoel, heel veel mensen hadden ook kaarten voor de finale. En gewoon omdat ze de finale willen zien, dan vind ik het ook gewoon leuk om erbij te zijn. Oké, dus je gaat de finalisten, zeg maar, ga je aanmoedigen? Ja. Oké, nog een verrassing daar in petto? Of kun je er niks over zeggen? Ik weet zelf nog... Nee, nou, wie weet. Nou, misschien komt er nog een verrassing, alleen dan is het ook een verrassing voor mij. Inderdaad. Heel goed, heel goed. Nou, 15 april dus, hè, dan Ralf ook bij je Sterren Dansen op het IJs. De grote finale. Sylvia, heb je nog een vraag? Heb je een heel druk leven? Ik heb het wel drukker dan tevoren. Alleen, ik bedoel, ik ga ook gewoon nog naar school. Dus het is niet zo dat ik het super, super druk heb of zo. Ik heb wel druk, maar niet super, super druk. En ben je vandaag op school geweest? Ja. Vanmorgen. Dus eerst van